Dag beste kijkers. Het is de dag, de zondag, de dag naar de run van Winschoten. En jammer genoeg, die heb ik dus niet uitgelopen. Bij 65 kilometer kreeg ik een behoorlijke kramp in mijn linker achterbeen. En ja, die bleef er eigenlijk, dat bleef gewoon in zitten. En dat was heel, heb ik nog nooit meegemaakt in die mate. Ik wilde er ook niet uit. Ik heb nog geprobeerd om verder te wandelen, te strekken, veel drinken, onderweg wandelend, strompelend. En uiteindelijk bij de EHBO, ruim 1,5 kilometer verderop, toch moeten stoppen, kijken of daar nog wat kon doen. Aan die kramp, dat lukte niet. En uiteindelijk moet je dan besluiten, omdat je gewoon niet verder kan, om te stoppen. Ja, hoe kan het nou dat het dus niet gelukt is? Nou, het is gewoon... Simpel gezegd, mijn eigen schuld. Ik wilde onder de 10 uur lopen en dat ging 30, 40 kilometer goed. Daar hield ik me ook netjes aan, samen met Ton van den Berg, die mij coachte en die mijn verzorger was, supporter. En daarna is mijn gedachtes of wat dan ook, ben ik gewoon gaan versnellen. Met het idee van, misschien kan ik nog een betere tijd lopen dan de 10 uur. En... dus uiteindelijk de 40 en de 50 kilometer, die ging ik behoorlijk versnellen, die rondes. En en dan uiteindelijk denk ik, of weet ik wel zeker, dat bij 65 in één keer die kramp erin gekomen is. Op dat moment ging het nog vrij best wel goed. Ik had ook het idee van, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar helaas, eigen schuld, dikke bult. Dit is al vaker gebeurd, ook bij Steenbergen afgelopen voorjaar, waar ik dus te snel ben gegaan. Er zijn nog een aantal wedstrijden te noemen waarbij ik dus tijden op ga leggen voor mezelf of prestaties wil gaan leggen. En dan gaat het fout. En dat is niet mijn ding. Ik merk gewoon als ik zonder al te veel druk van mezelf uit het ga doen, meer de fun lopen, dat gewoon beter werkt. Dan loop ik gewoon goede tijden en heb ik ook veel meer plezier en dan gebeuren dit soort zaken niet. Dus dat is mijn les. Ik ga het ook niet meer op deze manier doen. Misschien al enkele keer dat het per ongeluk gebeurt. Maar ik ga niet meer zeggen van ik moet 10 uur lopen. Ik moet dit of ik moet dat. Want dat is na zoveel keer dat het nu fout gegaan is. Dat werkt gewoon bij mij niet. Dus het is jammer. Ik was even teleurgesteld natuurlijk gisteren onderweg terug. Ook dat heb ik op Facebook ook naartoe geschreven. En daar viel wat. Zo, ik zit hier namelijk op de uitkijktoren van Heemskerk, bovenop de duinen. Daar in de verte is het strand van Heemskerk. Dus het is een mooie plek. Ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan. Zo met de wind die er nu een beetje aan komt zitten. Maar goed, het is uithuilen en ik heb nu vakantie, dus dat ga ik nu doen. En ik ga gewoon weer rustig aan, zometeen weer met het hardlooptrainingen beginnen. En kijken of dat dan beter gaat zonder de druk. In ieder geval bedankt. Ik wil heel erg Ton bedanken. Ook Katja voor de verzorging. De moeder dan in Winschoten. Supporters, alle mooie berichten op Facebook. Dat was schitterend. Ik heb me echt veel goed gedaan. En nog een beetje teleurgesteld. Maar goed, het is geen ramp. En ik weet ook wel dat het zeker beter goed kan. Ik weet ook dat ik het kan, maar niet op deze manier. En over een tijdje dan gaan we het zien op andere loopjes en wedstrijden. Ik vind ook wel dat... dat lopen moet ook wel leuk blijven en niet op deze manier en dat werkt gewoon niet. Dus nogmaals bedankt allemaal en ik zie jullie gauw binnenkort. Ik zeg doei vanuit het mooie Heemskerk. Dus, kunnen we even kijken. Daar in de verte Egmond. Dus ciao. Doei.